Benny, een goede cota los. Oh, ik proef het al. Waar zit dat bij dat dier? Kun je dat eens aanwijzen voor mij? Ja, Theo, uiteraard. We hebben hier dus ons moeken. Hè. En wat hebben we hier? Dus de laatste 5 ribben, want zo is eigenlijk de snit hier in België. Dus de 80 kwartier wordt op 5 ribben afgesneden en het voorkwartier op 8. In andere landen ligt dat anders, maar we pakken nu het Belgische voorbeeld. En dus die 5 ribben van 80 kwartier, dat zijn eigenlijk de cota los hier. Dus een onderdeel van de rug, met een been aan, uiteraard. Dat dan verdeeld wordt per rib. Vooral voor 2 of 3 personen in het restaurant, dat weet u ook. En ook in de verkoop naar de barbecue toe. Hetgeen natuurlijk ook ongelooflijk lekker is, als je die cota losse, die 5 ribben aan elkaar, ja. En dat je dat zo in de oven steekt. Een rib roast in de oven, dat is natuurlijk ook magnifiek. Als je een man of 10 op bezoek krijgt en dan zo. En dan, dat is dat magnifiek. Ja, en dan schoon signaalbakken eigenlijk. Absoluut, ook. Hè. Ja. En er mag ook wel wat fit aan blijven. Dat moet er zeker al zijn, joh. Nee, willen we tot een goed eindproduct komen... Vet met een bierster, want anders deugt het niet. Hè? Dus... Ik vind ook altijd dat je zoiets bakt aan de been. Ja, dat geeft zo'n... Ja, dat geeft precies altijd ook een betere smaak eigenlijk. Zo. Kijk, het been is al het lekkerste. Voor wie is het beentje gewoonlijk? Al voor mijn vrouw, die knabbelt dat af. Hè? Dat, is, dat is iets voor haar. Dus het knabbelen, de smaak tegen het been, ja. Absoluut. En hier is ook altijd weer hetzelfde verhaal. Een dier dat goed geleefd heeft, daar gaan we een goede cota los van hebben. Gaan we goed smakelijk vol vlees hebben. We gaan ervoor, Jan. We gaan ervoor, ja, absoluut. Voilà, chef. Dus we hebben hier een volledige rug van een rund, hè, van een half dier, van 80 kwartier. Hè. In Beenhouwerstaal is dat een konter, denk ik. Een konter, ja. Ja. Dus... Kom aan, Benny. Uitsnijden. We knippen hem ertussenuit. Hè. We volgen een beetje die ribben. Klein beetje schuins snijden. Klein beetje schuins, ja. Voilà. En wat hebben we nu nodig? Een zaag. Ja. Harde bier en malsvlees, chef. Is dat waar? Is dat zo? Ja, dat is toch... Dat wordt toch gesteld. Zo. Dat is mijn stuk, hè? Dat is uw stuk. Ik kan die kam er even af doen. Ik heb zo een voor 2 personen nodig. Een cota los voor 2 personen. 2 mannen. Voor 2 mannen. 2 goeie eters. Zoals wij, hè? Dus je neus mag eraf. Zeg, Benny, en ze spreken ook altijd tegenwoordig over vlees besterven. Ja. Wat bedoelt men daarmee? Dus het laten afhangen, hè? Dus het laten afhangen op karkas. Dus het wordt geslacht en het dan bijhouden, eigenlijk. Ja, dus de voorkwartieren worden dus direct verkocht en 30 kwartieren kun je laten hangen. Minimum 14 dagen. Bij ons was dat vroeger altijd. 8 kwartieren, dat was een geschreven wet, niet onder de 10 dagen aansnijden. Maar men spreekt soms ook over lange periodes. Langer rijpen dus. Hè? Ja, langer rijpen. Dus dat gebeurt nu, dat is een trend die erin zit. Dat komt over van Engeland. Dus van extreem langer dan, we klappen over 4, 5, 6, 7 weken. Moet je natuurlijk wel in een aangepaste koeling doen. Hè? Want dan kun je niet zomaar tussen ander vlees laten hangen. Met een droger koeling. Een droger koeling, want anders gaat een schimmelvorming krijgen, wat dus ook niet mag of en dan verliest dat vlees sowieso eigenlijk wat vocht. Dus en dan krijg je meer een concentratie van... Maar je proeft die rijping eigenlijk. Je proeft die rijping, ja. En dat kan enkel alleen bij heel goede dieren, denk ik. Dat kun je dat eigenlijk bij heel goede dieren, ja. Nee, fantastisch. Voilà. Maar deze ziet er schitterend uit. Ja. Kijk eens aan. Fantastisch stuk vlees. Een cota los. Ik heb gekozen eigenlijk om een heel eenvoudige bereiding. Grillen, een lekker boter erbij en een Fries slaatje. Fantastisch, want dat vlees is zo goed dat we daar niet veel moeten bij doen. Wat is de eerste stap? Uiteraard een grillpan. In deze geval is het een grill. Dat kan ook een barbecue zijn. Dat kan allemaal. En we moeten wel zorgen dat we een goed vuur hebben. Dus die moet goed warm zijn. Ik ga beginnen met dat stukje vlees te kruiden. Ik ga als volgt te werk. Uiteraard, hij gaat niet helemaal garen in deze pan. Op een barbecue zou dat wel kunnen. Maar in dit geval gaan we die mooi kadreren, zoals we dat noemen.
En dan gaan we hem voortbakken in de oven. Dus hetgeen dat je zeker ook moet doen, is je oven voorverwarmen op 180 graden met de plaat waar je hem gaat bakken al in de oven. Voilà, die staat op 180 en je ziet, de plaat ligt erin. Deze is een gewone plaat. En ik ga daar een klein beetje maïsolie in doen. Klein beetje. Peper van de molen. Dat mag goed wat peper hebben. En dan een kwalitatief goed grof zout. Deze stuk vlees mag dat ook wel. Voilà, dat strooien we daarin. En dan gaan we daar dat stuk vlees mooi in wentelen eigenlijk. Zodat dat zo net schoon begint te blinken. Een heel voornaam punt is, zo'n stuk vlees haalt dat uit de frigo minstens 2 uren voordat je het klaarmaakt. Waarom? Omdat het dan al de temperatuur van binnen krijgt ook van de kamer. En dat is heel belangrijk. Dat moet je altijd doen. Ook met een kip, met een ander stuk vlees. Niet van de frigo, ijskoud, bang, in een pan. Nee, laat dat stilletjes klimatiseren. Voilà, je ziet, dat hangt niet te veel vet aan, maar het blinkt schoon. En nu gaan we daar een kader in maken. Dat wil zeggen dat we die eerst zo gaan leggen in ons pan en dan andersom. En dan krijgen we heel mooi dat wafeleffect eigenlijk. En dat moeten we langs beide kanten hebben. De bedoeling van dit is hier dat je dat ook mooi dichtschroeit langs alle kanten. Dat het, als het dan in de oven gaat, zijn sappen erin blijven en er niet uitkomen. Dat is de reden. Voilà. Kijk eens, zo moet het zijn. Ik ga er even terug daarin. En nu gaan we hem naar de andere kant leggen. Voilà, en laat dat weer terug dichtschroeien. Duw daar zo voorzichtig een klein beetje vast, omdat zeker dat vlees overal mooi zou kleuren en overal op de grill liggen eigenlijk. Vandaar dat ik dat zo'n beetje zo wat duw. We gaan al eens kijken. Voilà, fantastisch, hè? Zo moet dat zijn. En nu de andere kant. Even belangrijk, langs beide kanten moet het even mooi zijn en even goed dichtgeschroeid zijn. Voilà. Even terug, een klein beetje in de olie. En dan zijn we weer vertrokken. Fantastisch lekker. Voilà, dat is perfect klaar. We gaan die er voorzichtig afhalen. En ik leg die nu gewoon op een plaat. Geen vet, geen boter op de plaat. Waarom? Omdat het vlees zelf genoeg vet bezit dat nu in de oven stilletjes gaat wegsmelten. En ik vermoed dat zo'n stuk vlees 15 minuutjes in de oven zal moeten zitten. Voilà. Terwijl onze côte à l'os in de oven zit, gaan we een beurre maître d'hôtel maken. Hofmeester boter in het Nederlands. Uiteraard, de naam zegt het zelf, boter. Uiteraard, goeie boter. Een pakje, en je moet zorgen dat dat niet uit de frigo komt. Dat je dat gelijk met je vlees eigenlijk ook al een tijd aan de temperatuur van de kamer gewend wordt. Dus platte boter eigenlijk. Voilà. Wat moet daar nog bij? Peper. Zout uiteraard. Voilà. Hier heb ik vers gehakte peterselie. Dus peterselie, gewassen, proper, fijn gehakt. En dat doen we erbij. Daar gaan we mee beginnen. En wat hoeft er nog in? Citroen.
We gaan zorgen dat niet de pietjes erin komen. Want dat zou werk voor de tandarts kunnen bijbrengen. En dat is niet de bedoeling. Voilà. En dan gaan we dat met een vork door elkaar mengen. Gewoon wat pletten, gewoon wat duwen, totdat je ziet dat die peterselie en die kruiden overal verspreid zitten. Voilà, dat is oké. En dan is het tijd om dat eigenlijk ja, ook een beetje te vormen. En hoe gaan we dat doen? We pakken een stukje zilverpapier en we gaan daar die boter in doen. Voilà, we spreiden dat gewoon wat uit. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat we dat gaan plooien, daar rond. En dat eigenlijk zo wat aanduwen. Ze is lekker. Ik was vergeten te proeven. Maar bij deze, ze is goed gekruid. De zuurtegraad is ook oké. En dan gaan we hier gewoon aan draaien. De andere kant net hetzelfde. En we draaien die twee dingen gewoon tegen elkaar op, zodat die boter schoon rondkomt. Voilà. Deze Hofmeesterboter is helemaal klaar. En die moet dan terug opstijven in de frigo. En dan komt die daar zo uit. Mooi hard. Dus ons boter klaar. Wat ga ik erbij serveren? Een goed, lekker salaatje. Ik heb eigenlijk gekozen voor een gewone sla van bij ons. Ik vind nog altijd een van de lekkerste sla. Ik weet dat er van alles bestaat, maar dat geeft toch echt mijn voorkeur. Als dat zo echt lekker vers krokant, dat ruikt ook fantastisch. Maar we gaan daar wel het binnenste van gebruiken. Eigenlijk het buitenste, dat is voor de kippen of voor de compost of gelijk wat. Maar eigenlijk niet om op te eten. Dus gewoon de buitenste blaren eraf halen. En dan zie je uiteindelijk dat die sla, dat die stilletjes van kleur verandert ook. Die moet lichtgroen worden. Voilà. Dit is wat ik nodig heb. Dat is het hart van de sla. Dus nu gaan we die voort uitpellen. Ik pak eigenlijk dat bij de... en ik draai eraan. En dan heb ik al dat hard gedeelte. En dan valt die sla helemaal uit elkaar. En het is dat wat we moeten hebben. Nu een grote kom en dan ga ik nog altijd bij die buitenste bladjes eigenlijk het hard gedeeltje eruit halen. Alleen bij die kleintjes, helemaal in het midden, mag dat erin blijven. En dat is pas een sla goed verzorgen. Voilà. Nu is die gekuist, maar wat is er nog niet gebeurd? Hij is nog niet gewassen. Dus dat is de volgende stap. Altijd sla wassen in voldoende water. Klein beetje zout in het water. Waarom? Als er moest slakjes of ongedierten in zitten, dan gaan die dood van dat zout. En waarom ruim water? Als er zand in onze sla zit, moet dat kunnen zakken naar de bodem. En dan kan ik de sla daar voorzichtig uitscheppen en dan ben ik van het zand vanaf. Onze sla voorzichtig erin. Je moet dat echt met liefde behandelen. Niet op nijpen, erop niet. Dat het allemaal schoon krokant blijft. Voilà. Dat ziet er allemaal perfect uit. Uiteraard gaan we ook geen water opeten. Dus het voordeel is, als je hier in zo'n mooie natuur staat, dat ik dat kan droog zwieren op een vrij primitieve manier. Voilà, we gaan die vier hoekjes pakken. En we gaan gewoon... Hop. Een lekker verfrissing bij goed weer. Die bewegingen moeten vanuit de arm komen. Van mij mogen de eupen meedoen. Dus voilà, dat is onze proper gewassen sla. We gaan die even proper onderdikken. En nu gaan we een eenvoudig lekker vinaigretje maken. Een kommetje. Ik ga maïsolie gebruiken, omdat ik vind dat dat sla van ons is. Dus geen olijfolie, gewoon
maïsolie. Ja, dan wat kruiden met peper en zout. Voilà. Wat heb ik daar nog voor voorzien? Ik heb nog wat schoon lekker verse schalulletjes. Dat kunnen we niet gebruiken. En deze gaan we gewoon fijn snijden. Voilà. Dat is ook al klaar. Hier zitten olie, peper, zout. En nu moet ik nog de frisheid in mijn sla brengen. En daar gebruik ik geen gewone azijn, maar een beetje een goede witte wijnazijn. Die sla die verdient dat. Dan gaan we even door elkaar roeren. Voilà, oké. Onze kom, altijd zo'n ruime kom om iets te mengen. Niet zo in klein kommetjes, dat gaat niet. Onze sla erin. Ik ga die bijpajaantjes, die schalulletjes er ook al bij doen. Met de vinaigret ga ik nog even wachten. Ik zal u ook zeggen waarom. Vanaf dat je uw vinaigrette in uw sla doet, gaat die de sla garen eigenlijk, gaat die platter worden. En het is eigenlijk, hoe krokanter dat je hem op je bord krijgt, hoe beter. Dus dit op het laatste moment. Maar nu het hoogtepunt, meneer de Côte à l'Os. Ruikt alleszins al fantastisch. Voilà. Je ziet dat ze langs alle kanten mooi gekleurd, mooi gebakken. Zo hoort dat te zijn. Nu moeten we hem snijden. En voor mij is één van de lekkerste stukken, de rellen en dellen zeg ik altijd, dat is het been. Voilà, je ziet, omdat dat voor mezelf is, dat daar nog een mooi stukje vlees aan zit. En dan, we gaan die... Een côte à l'os moet je niet recht snijden, maar die moet schuin gesneden worden. Dus je begint gewoon. Voilà, dat is het eerste stukje. Voilà, kijk eens aan. Wat gaan we nog doen? Klein beetje van de pepermolen erboven. We gaan een heel goed zout gebruiken. Een klein beetje korreltjes erbovenop. Onze beurmeter d'hôtel. We gaan die terug ontkleden. Voilà, die kunnen we er ook al bij leggen. En dan het laatste. Onze sla. Ik ga dat met mijn vinaigrette mooi overgieten. En ik ga dat gewoon lekker door elkaar mengen. Voilà. Wat kunnen we hierbij eten? Alles. Een lekker stuk brood. Een aardappel in de oven. Een lekker frietje. Al je maar wilt. Het kan alleen maar het festijn nog vergroten. Hier past gewoon alles. Dit is de hemel. Zo simpel is dat.